Alexandre Desplat is, of Desplat, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Alexandre Desplat. Het is voor mij een van de meest interessante componisten van deze tijd eigenlijk. Hij maakt zeer mooie muziek. Ik denk dat iedereen al iets gehoord heeft van hem in films. Hij doet commerciële films zoals Harry Potter enzovoort, vind ik een minder interessanter werk. Maar hij doet bijvoorbeeld Ides of March. Doet hij Siriano, heeft hij de muziek voor gemaakt. Het is zeer toegankelijke muziek, zeer melodieus, mooi gearrangeerd, heel veel strijkers en zo. Het is muziek die openbloeit. Ik herinner mij een stuk uit Ben The Curious Case, waar het personage van Brad Pitt zijn vader naar de zonsopgang brengt, waar hij zoveel jaren geleden altijd naar ging kijken. Die man gaat sterven. En dan heeft Desplat daar een stuk voor gemaakt en je voelt die zon opkomen. Het is geweldig van muziek. You can be mad as a mad dog at the way things went. You can swear and curse the fates. But when it comes to the end, you have to let go. Ik ben altijd nieuwsgierig als hij een nieuwe soundtrack uitbrengt. Hij heeft er ondertussen al 140 gemaakt, denk ik, composities. Of aan 140 soundtracks meegewerkt. Dus dat is enorm veel. Hij maakt enorm veel. Maar Ennio Morricone deed dat ook. Hij heeft ook ontzettend veel gemaakt. En dat blijft altijd een zeker niveau houden. Dat is altijd interessant. Het is interessant altijd. Hij past zich ook mooi aan de soundtrack van wat de film wil vertellen. Het zijn verschillende soundtracks ook. Het is niet van, ach nee, daar redde Desplat weer. Dus je hebt zo'n beetje een stijl van violen die wel wat terugkomt. Maar hij zoekt ook genoeg naar afwisseling. Ik zet het heel veel op als ik schrijf trouwens, muziek van Alexandre Desplat. Dat is de perfecte muziek voor op te werken. Ik denk dat het zeker en vast de moeite is om die muziek live te voelen. Ja. Met een groot orkest. Hij heeft schitterende partijen. Ik denk dat het een geweldige sensatie moet zijn om dat concert te doen.